We staan hier op IJsbaan Haarlem. Anderen willen hier graag de Yvonne van Gennep IJsbaan van maken. Wat vindt u ervan? Nou, dat vind ik eigenlijk wel een hele, hele goede insteek eigenlijk. Het is natuurlijk IJsclub Haarlem, maar Yvonne van Gennep, ja, die kent er niet. Zeker van mijn generatie. Ze komt hier uit de regio vandaan. Dus ja, wat moet je nog meer? Dat is de koningin. De koningin van de IJsclub Haarlem. Dus moet die ijsbaan hier ook maar gewoon de Yvonne van Gennepbaan heten? Ja, natuurlijk. Ja, en nou zegt de ijsbaan, zegt ja, maar er komt er straks weer eentje die haalt 4 gouden medailles. Moeten we daar weer de ijsbaan naar gaan vernoemen? Nou, dan bouw je gewoon een volgende ijsbaan, want dat is wel nodig dan, denk ik. Van het begin is het natuurlijk een grootheid en het schaats eigenlijk wel op de kaart gezet hier in Haarlem. Dus ik vind eigenlijk wel dat ze het verdient om deze ijsbaan naar haar vernoemd te krijgen. Ik denk eerlijk gezegd dat als dit een Yvonne van Gennep ijsbaan zou worden, dat iedereen het alsnog IJsbaan Haarlem noemt. Ja, nou ja, ik vind dat als je hem dan toch gaat anders gaat noemen, ja, dan moet je hem ook overdekken. Want Yvonne heeft haar beste, haar mooiste prestaties op de eerste en ja, misschien nog wel het mekka, het summum van de overdekte banen gereden. Dat is in Calgary. En we rijden hier op een onoverdekte baan. En dan vind ik hem eigenlijk misschien haar naam wel niet waardig. Dus als je hem gaat hernoemen, gooi er een dak op.